Naast de bestaande stielkamer is er meer ruimte in Rome voor typisch Hilperkleen en Stwolm. Bijzonder van Hinderlopen is dat alle meubelen beschilderd zijn. En dat is eigenlijk niet nodig, want ze zijn van eikenhout gemaakt. En dat was voor Christine Meindersma dus de reden om dat ook echt te laten zien, dat het echt van eikenhout is. Hilperstiel is verneemd. De stielkamer wordt zelfs tentoonsteld op de Vrouwtentoonstellings, zoals die van 1878 van Parijs. Parijs is natuurlijk door die wereldtentoonstelling is het heel belangrijk geweest, waardoor het als stijl bekend werd. En het bijzondere toen was dat je voor het eerst echt zo'n kamer in kon lopen. En daarvoor waren er wel stijlkamers, maar daar kon je alleen maar naar kijken. En toen kon je er voor het eerst inlopen, dus je was omgeving. Dus het was een soort, wat ze noemen, gesamtkunstwerk. Je stapte erin en je was helemaal onderdeel van zo'n kamer. En nu is het Hilpers dus op een nijhip. Zelfs Victor en Rolf broeken het Hilpermotief in haar ontwerpen. En dus mag deze tentoonstelling er wel komen. Omdat het gewoon iets puurs is. Hè? Het is gewoon het is handwerk. En die vloeiende patronen die gaan een hele mooi contrast aan ook met eigentijdse meubilair. Dus ik denk dat het daarom ook heel aantrekkelijk is.